beside. She dislike, can I get a ride tonight? You serious, look in her eyes. Second ago, had my view on the guys. Ain't you GMBS, you on the rise. Dutch hip hop, you one of them guys. Not quite indeed, not just an MC. It is not plain to see, extraordinary fly. Need I remind you, I'm high as a kite. Main, high expectations like flight. Plans, promising future take my. Goedenavond, dames en heren, en welkom namens de gemeente Apeldoorn bij deze online bijeenkomst opnieuw. En daar heb ik het vanavond ook nog met u over, bij de regionale energiestrategie. Dat is een regionaal initiatief, maar zeker ook met gevolgen, consequenties voor Apeldoorn, voor de gemeente. En u woont in Apeldoorn of werkt in Apeldoorn of anderszins bent online vanuit een belangenorganisatie en heeft u belangstelling om dit te volgen. Welkom nogmaals. Als je het hebt over de regionale energiestrategie, dan gaat het heel concreet over het opwekken van elektriciteit met duurzame energiebronnen, wind en zon. En daar hebben we het dus vanavond over. We beginnen niet bij nul. Er is al een heel traject van start gegaan. En er is ook nog een heel traject te gaan. Wat kunt u vanavond verwachten? Vanavond overigens en morgenavond, want we hebben twee bijeenkomsten. Vanwege het hele grote aantal deelnemers. En we vonden het goed om dat ook op te splitsen, want wellicht kunnen we ook in de uitzending laten komen. Nogmaals, waar gaat het dan vanavond over? Waar we het in ieder geval met u over willen hebben is, waar staan we nu? Waar komen we vandaan? En waar gaat het naartoe? En daarvoor hoort natuurlijk ook het verhaal, wat is dat dan, die regionale energiestrategie? En u zult misschien zeggen, nou, dat is een herhaling van zetten. Ik heb in september heb ik meegedaan. Ik heb daarna, of misschien daarvoor, ook al meegesproken. Dat is het zeker niet. We maken echt een plas. Dat natuurlijk niet. Een pas op de plaats. En we kijken waar we staan, waar we vandaan komen en hoe we verder gaan. Dat is een heel langdurig traject en we gaan dat graag samen met u aan. Nogmaals, het is online. Dat heeft wel een aantal beperkingen. Maar zoals gezegd, we proberen zoveel mogelijk mensen ook in de uitzending te krijgen. En dat is of in beeld of via de chatfunctie die u natuurlijk kunt gebruiken. Wat kunt u vanavond qua programma verwachten? Er zitten bij mij twee mensen aan tafel. Harold van Ganzenwinkel van de gemeente Apeldoorn. Harold, als beleidsadviseur duurzaamheid zul jij ons ook meenemen in de stand van zaken, ook inhoudelijk. Wat houdt het nou allemaal in die regionale energiestrategie? Wat komt erbij kijken? En zoals gezegd, we praten heel graag met u. We hebben elders in de studio hebben een aantal, ja, dat heet het dan moderators. En die vangen uw vragen en reacties op. En Bettien Koopman zit hier ook bij mij aan tafel. En Bettien, jij geeft mij ook door wat dan de vragen zijn, de reacties die mensen mee willen geven hier aan tafel. Eigenlijk hebben we zometeen vier onderdelen. Allereerst een korte introductie op de regionale energiestrategie. En daarna drie onderwerpen. Het eerste onderwerp is wind, windenergie. Het tweede is zonne-energie. En het derde thema is participatie. Daarover dus in gesprek vanavond. Ik heb een aantal praktische zaken die ik vooraf graag met u doorneem. We hebben u een aantal vragen vooraf gesteld. Mogelijk heeft u die al ingevuld. En die komen ook zeker terug, de uitkomsten daarvan, van uw reacties tijdens deze bijeenkomst. Heeft u tijdens de uitzending vragen en reacties, gebruik daarvoor de chatfunctie. Die staat rechtsonder in beeld. En dan kunt u ook aangeven wat u graag in wil brengen. En als u een reactie heeft, dan horen wij niet alleen graag uw directe antwoord. Bent het mee eens, vindt onzin, vindt geweldig. Maar ook graag waarom u dat vindt. Of hoe u misschien het alternatief voor ogen ziet. Want juist daarmee kan de gemeente ook het plaatje rondom de rest compleet maken. Uw reactie is daarbij heel hard nodig.
Een aantal mensen, we hebben het al aangekondigd, maar we zullen de vragen ook zeker nog stellen. Een aantal van u willen we ook in de uitzending laten komen. En als u dat wilt, dan kunt u dat aangeven op het moment dat u de vraag of de reactie aangeeft via de chatfunctie. Het kan ook zijn dat u de vraag van ons krijgt van: bent u bereid om deze reactie ook toe te lichten tijdens de uitzending? Ik geef u wel een kleine winstwaarschuwing. Er doen op dit moment zo'n 90 mensen mee. We krijgen het niet voor elkaar om iedereen in beeld te krijgen, om alle reacties of vragen te beantwoorden. Maar wat we in ieder geval wel doen, is alle vragen die vanavond gesteld worden, daar komen de antwoorden op. Mogelijk niet vanavond, maar in ieder geval over een week of drie krijgt u allemaal, dus alle deelnemers, de vragen met de antwoorden erop geanonimiseerd, dus zonder afzender toegestuurd. Dan weet u ook wat er allemaal vanavond over tafel is gegaan. Er wordt een opname gemaakt van deze bijeenkomst. En zo snel als mogelijk krijgt u via de mail ook een link van deze uitzending toegestuurd. En dan kunt u die rustig nog eens nakijken als u dat zou willen. En wilt u meer informatie, kijk dan vooral op www.apeldoorn.nl/res. En daar staat alles op wat al gebeurd is en wat nog te komen staat. Met ook links naar weer andere sites. Tot slot even heel praktisch. Deze bijeenkomst duurt tot uiterlijk 9 uur. Dat als introductie. En dan kom ik bij jou meteen, Harold. Want ik gaf al aan, we hebben 4 blokken. Maar voordat we over een specifiek onderwerp ingaan, goed om eerst eens even dat onderwerp RES, regionale energiestrategie, eens even bij de kop te pakken. En ik zou willen beginnen met RES, regionale energiestrategie, dat is niet het eerste of het enige, hè, wat de gemeente Apeldoorn op het gebied van duurzaamheid, energieneutraliteit, energie-neutraal worden, doet. Kun je daar iets over vertellen? Ja, klopt. Want vanavond gaat het wel over de regionale energiestrategie, maar ja, ook wat in Apeldoorn ondertussen gebeurt. En in Apeldoorn zijn we niet volgend op de RES. Hè. We hebben al een jaar of 5 ook echt een eigen ambitie en een eigen programma. Waar dan de RES natuurlijk ook een onderdeel van uitmaakt. En dat is wel goed om te weten. En als we dan kijken naar het plaatje van ons programma. Ik weet niet of we dat op beeld kunnen krijgen. Ja, dan staat het hier. Dan ziet u het totale programma. En eigenlijk is dat ook de opgave waar alle gemeenten voor staan. En onze gemeenteraad heeft een ambitie uitgesproken. Namelijk dat we op termijn, zo tegen 2050, energie-neutraal willen zijn. Dat betekent dat we alle energie die we op dat moment, na alle besparingen die we ook moeten gaan doen, nog nodig hebben, dat we die op eigen terrein ergens in de gemeente ook opwekken, duurzaam tegen die tijd. Mm-hmm. En dat we daar ook in de eerstkomende 10 jaar tot 2030 ook al flinke stappen in gaan zetten. Ja. En dat is niet alleen zonneparken en zonnepanelen en windenergie. Dat is allereerst, de helft van het verhaal is eigenlijk besparen met een heel programma, hoe we mensen daarin kunnen meenemen met kennis. We hebben zelfs een winkel daarvoor geopend, energiepunt. En een site. Het gaat ook om warmte. Eigenlijk is warmte de grootste energievraag die we hebben, zeker als huishoudens. En het aardgas vrijmaken van onze woonwijken, heel Apeldoorn. Dat is een aparte visie, een heel apart traject. En dan hebben we ook nog nodig grootschalige opwek. Het idee is dat we daar niet aan onderuit komen. Los van panelen bijvoorbeeld op daken, zullen we ook windmolens en zonneparken een plekje moeten geven als die ambitie, met die ambitie op lange termijn. Nou, dat is dit plaatje wat je laat zien. En ondertussen komt ook de RES voorbij. Ja, en neem nou eens ons mee in dat RES in het kort. Wat is dan die RES en waarom is het zo belangrijk? Ja, nou, de RES is eigenlijk een nationale afspraak. Het is niet zo dat we dat in onze regio, de cleantech-regio, verzonnen hebben om te doen. Was ook wel verstandig geweest, denk ik. Maar het is een nationale afspraak om vanuit het klimaatakkoord wat er 2 jaar geleden lag, landelijk. En dat komt weer voort uit wat we in Parijs internationaal hebben afgesproken. Is een verzoek aan 30 regio's in Nederland om tegelijkertijd een bod te doen, een voorstel te doen, om een bijdrage te leveren op verschillende vlakken. Eigenlijk maar vooral ook wat betreft grootschalige opwek van elektriciteit. En bij elkaar is de bedoeling dat Nederland iets van 35 terawattuur, naast allerlei andere maatregelen, bijvoorbeeld wind op zee, maar op land ook 35 terawattuur ziet te regelen. En elke regio wordt gevraagd er een bijdrage aan te leveren. Dat is eigenlijk de RES ook. Wat is uw bod?
En hoe ziet er dat dan uit op de kaart? Dus het is een soort van regionaal bod aan... Aan Nederland. Aan het Rijk? Aan ja, Nederland. Het Rijk. Maar, het klimaatakkoord is ook een afspraak tussen gemeenten, provincies, bedrijven. Ja. Heel veel partijen hebben meegedaan. Ja. Ja. Nou, en die 35 terawattuur. 1 terawattuur is ongeveer iets van 150 grote windmolens. Dus stel maar uit, het gaat om serieuze aantallen. Ja. En 1 windmolen is dan weer iets van 10 hectare zonneveld. Ja. Dus het gaat om grote aantallen. Mm-hmm. Het gaat ook om veel buitengebied wat we daar aanspreken. Nederland is niet leeg. Dus dat is ook, maakt het ook belangrijk. Het gaat om heftige keuzes in de ruimtelijke ordening van Nederland. Dat al flink bewoond is en waar al veel speelt. En waar we ook andere dingen te doen hebben. En toch wordt die bijdrage gevraagd. Ook binnen een jaar om dat bod te leveren. Ja, en dat is niet niks. Het gaat over de komende, 30 jaar. En de vraag is behoorlijk fors, waar je aan moet voldoen. En dan kom je toch voor vragen als gemeente, kan ik me voorstellen, of als regio, van ja, hoe doen we dat dan? En waar dan? En wat dan? Ja. Precies. Zou je ons eens kunnen meenemen, ook weer in het kort, van waar staan we dan in het proces? Waar komen we vandaan en precies, waar gaan we naartoe? Want inderdaad, 2 september hadden we ook een bijeenkomst. Ja. En presenteerde ik de concept RES. En kon daar mensen op inspreken. En ook voor de gemeenteraad, die daar ook over sprak. En ja, wat eigenlijk bij ons zo bijzonder is in onze regio, is dat wij, wat maakt onze regio bijzonder, is het eigenlijk het landschap. En de diversiteit ervan. We hebben zowel een Veluwe, maar ook een IJsselvallei verderop liggen. We hebben verschillende soorten steden. We hebben dorpen. En verschillende landschapstypes daartussen. Dus hoe krijgen we nou dat bod of een goede mix van wind en zon daartussenin, dat landschap. En dat is bij onze regio ook al vanaf het begin speelt, dat het eigenlijk landschap ook leidend zou moeten zijn om dat een plek te geven. Maar ja, hoe doe je dat dan? Mm-hmm. En ik ga even door. Ja, ik draai even de film terug naar zo rond de zomer. In het voorjaar was er dan die concept RES. En vanwege corona, dat speelde toen volop, konden we pas na de zomer iedereen spreken en hadden we bijeenkomsten ook met onze gemeenteraad. En eigenlijk zijn er 2 dingen die ook nationaal afgesproken zijn. Ga op de kaart, schrijf wat zijn je zoekgebieden om verder te verkennen waar je in de regio zonneparken en windmolens zou kunnen plaatsen. Bepaal die op de kaart. En we gaan er later nog op in, maar links zie je een kaartje van zon, rechts van wind, de zoekgebieden. Dus dat is een uitkomst geweest als conceptres waar we nu verder mee aan het werk zijn. En verder, ja, dat bod, dat is niet vierkante meter, dat is ook aantallen molens en die opwek. En uiteindelijk van die 35 terawattuur, nationaal de bijdrage, kwamen we toen op een bod van, wat we zeiden, maximaal 1,2 terawattuur. En we zijn een van die 30 regio's, dus dat is wel een behoorlijke bijdrage. En dat levert dan ongeveer omgerekend meer dan 50% CO2-reductie op. En dat zit ook tegen de aantallen die we internationaal ook afspreken. Je ziet ook hoeveel molens dat zijn. 62 molens en bijna 1000 hectare zonnevelden. Wederom, het gaat niet om niks. En we zagen ook aan de verhouding tussen zon en wind, dat zie je ook op het plaatje, ja, dat dat misschien nog niet helemaal de juiste mix is. Eigenlijk zouden we 50-50 willen. Dat is het beste want de zon schijnt niet als het waait en andersom, om een goede mix aan energievoorziening te hebben. Dit is waar we toen stonden. En sindsdien zijn er eigenlijk wel behoorlijk wat dingen gebeurd. Ja. Ja, daar kan ik ook iets over vertellen. We hebben heel veel reacties gekregen, ook in Apeldoorn, met veel zorgen van mensen. Ook wat kan het ons landschap in Apeldoorn eigenlijk aan? Mag ik heel even, reacties van inwoners of ook ondernemers? Nou, dat waren heel veel inwoners, want er spelen ook al concrete zonneparkinitiatieven. Dus er zijn ook bewonersgroepen, er zijn dorpsraden, maar ook belangenorganisaties, vooral die met natuur begaan zijn. Ja. Die hebben zich gemeld, hebben ingesproken, brieven geschreven. De raad heeft daarna geluisterd. En dat is allemaal gebundeld en meegenomen aan ons om een verder proces te kijken wat de definitieve rest gaat worden. Ja. En wat we ook we hebben ook ervoor gekozen, was ook een reactie, waar is zon op dak? Nou, dat is niet een afspraak landelijk. Maar voor grootschalige zon op dak kun je ook in de rest afspraken maken. Dus dat hebben we nu ook gedaan. We zijn gaan kijken, wat zou onze regionale aanpak kunnen zijn voor zon op dak? Kunnen we daar niet meer in samenwerken? Ja, iedere gemeente doet dat nu op voor zich en met de provincie in samenwerking. Wat doen we regionaal? En we zijn bijvoorbeeld met de energiecoöperaties meer samen aan tafel gegaan. Dat gaat ook steeds beter. Zijn zich ook regionaal gaan organiseren.
En we hebben een regionale stakeholderstafel ingericht. Dus, want hoe blijf je goed in gesprek? Met, ook in coronatijd met allerlei belangenorganisaties. Dus elke maand kijkt een club van organisaties, zoals de landbouworganisaties, mee met dat hele proces en levert commentaar. Ja. En tenslotte zijn er ook gewoon bijeenkomsten georganiseerd. Dit is één van die bijeenkomsten, maar de andere gemeenten hebben ook bijeenkomsten georganiseerd. En regionaal hebben we een aantal thema-bijeenkomsten gehad en gebiedsbijeenkomsten. Dus een hele drukte aan het stappen. En dit is weer een tussenstap, want we zijn er nog niet. Waar gaat het naartoe na vanavond? Wat ook onze bestuurders bepaald hebben, van we zien in coronatijd en hoe hard het allemaal gaat, dat onze res van zoekgebieden naar locaties, was de vraag van het Rijk ook. En we zien dat moeilijk is om dat in deze tijd zo snel te laten doen. Ja. En wat nu eigenlijk meer het accent gaat krijgen is van, maar wat is onze agenda als regio nu? Dus het wordt meer een ontwikkelagenda dan dat we die zoekgebieden nu krampachtig al in allerlei locaties gaan verdelen in de regio. Mag ik heel even in de reden vallen? Je bedoelt ermee te zeggen, tenminste als ik het goed begrijp, je kunt nu proberen om voor de komende 30 jaar alles in beeld en in kaart te hebben. Of je zegt, nou, we beginnen ergens en zo langzamerhand laten we onszelf ook de ruimte geven om nieuwe ontwikkelingen toe te voegen in de loop van de tijd. Hebben, we gaan het niet in één klap allemaal op de kaart zetten en precies en dan uitrollen naar 2030. Ja. Er komt ook een REST 2.0. Ja. Er komen omgevingsvisies en dit is één stap. Maar we proberen wel een stap in een richting aan te geven. Okay. Tot de richting te komen. En ook wat we met partijen, met die energiecoöperaties samen gaan doen om die stappen te zetten. Dat wordt de rest meer dan we dachten een jaar geleden. En wat we ook bepaald hebben, of de bestuurders bepaald hebben, we willen serieuze inspraak. We willen daar tijd voor inruimen. Landelijk is de afspraak 1 juli inleveren, de definitieve rest. En dat hebben wij in onze regio al gezegd, dat gaan we gewoon niet redden. We willen serieuze inspraakronden voor de zomer. Daar gaan we een aantal maanden voor nemen, 7 gemeenten ook. Dat moet netjes kunnen. En dan na de zomer gaat de rest die er dan ligt, met al het commentaar en de reacties erop, naar onze gemeenteraden. Toch nog even terug naar nu. Hè? Eigenlijk 2 dingen erover. 1 is, ik kan me voorstellen dat mensen denken, goh, dit verhaal heb ik toch al eerder gehoord. Waarom moet dat nu opnieuw? Ik begrijp dat er ook nog steeds wel weer nieuwe deelnemers komen. Mensen die mee willen praten. Ja, zeker. Je krijgt ook nieuwe accenten. Bijvoorbeeld wat je ziet is landbouw komt als thema op. En dus we intensiever ook een gesprek krijgen met die landbouworganisaties. En dat was ook erg wennen. Je was niet gewoon vanuit energie te praten met landbouwers of LTO. Mm-hmm. En je ziet dat je meer en meer in gesprek komt met elkaar en uitwisselt. Mm-hmm. En dat gesprek dus intensiever wordt ook. Ja. Maar hoe is het dan het belang als mensen nu thuis kijken en denken van ik heb al 2 keer eigenlijk hetzelfde genoemd. Moet ik het nu nog een 3e keer aangeven? Kijk, het is een lang proces. Het is dus niet overbodig om nog een keer te zeggen wat u ervan denkt. Dit proces is er ook in Apeldoorn op gericht om onze gemeenteraadsleden goed te informeren. Ja. En zij moeten kijken van waar ligt het zwaartepunt? Waar hebben mensen zorgen over? Of welke oplossingen zien zij? Mm-hmm. Ja, en dan kan het echt geen kwaad als dat er nog een 2e keer groep van. We weten dat we een beroep doen om mensen. Ja. Om dat nog een keer te zeggen, maar het is niet voor niks. Als we het hebben over dat vragen van reacties. We hebben u van tevoren 2 vragen, meerdere vragen. Maar in ieder geval de eerste 2 vragen voorgelegd. En die neem ik graag met u door. De eerste vraag was, vindt u het belangrijk om als gemeente energie neutraal te worden? En u kon kiezen uit ja, vind ik belangrijk. Nee, vind ik niet belangrijk. U ziet nu waarschijnlijk in beeld dat, dat is toch 2/3 die zegt, vinden we belangrijk om daarmee aan de slag te gaan. Ik denk dat dat een belangrijk resultaat is. Ik wil meteen ook de 2e vraag die we stelden doornemen. En die vraag die luidde, vindt u het oké dat er binnen een straal van 1 kilometer van uw woning een zonnepark komt te staan? En u kon daarbij kiezen uit ja, prima. Nee, wil ik niet. Of ja, ik weet het niet. Opvallend is daarbij, ik vind het opvallend, maar ik hoor graag je reactie, Harold, is dat het ontloopt elkaar niet heel erg veel, maar 39%, dus iets minder dan 40% zegt ja, meer dan 40% zegt nee, ongeveer 15% zegt ik weet het niet.
Trek jij daar meteen al een conclusie uit als je dit ziet? Ja, dat wil je zo graag, hè. En kijk, het hangt natuurlijk ook af van de gemêleerdheid van het gezelschap wat er nu zit met 90 mensen. Deels weten we dat wie zich aangemeld heeft. Kunnen we nog eens terugkijken wie dat zijn. Maar ik herken het ook wel, eerlijk gezegd. En ik zie ook een ontwikkeling dat bijvoorbeeld dat energie-neutraal, vindt u dat belangrijk? Die term ook is eigenlijk best een abstracte term. Ja. Steeds meer mensen begrijpen waar het over gaat. En ik vind dat echt een ontwikkeling met 5 en 10 jaar geleden, dat nog heel erg toen de discussie stond, moet het allemaal wel? Moeten we überhaupt op deze aarde daaraan werken? Of moeten we CO2 gaan reduceren? En dat verschuift echt dat iedereen beseft, er moet iets gebeuren. We zien het ook wel. En het speelt ook nu. Maar dan komt steeds meer de vraag, niet meer van, is het belangrijk? Maar van, hoe dan? En hoe ver gaan we erin hier in ons gebied? Ja. Dat is de hoofdvraag. Verklaart dat voor jou ook dat je zegt, oké, je ziet eigenlijk een verschuiving, dat er wel steeds meer ook mensen zeggen, oké, ja, er moet wat gebeuren. Alleen ja, hoe dan? En dan zeker met zo'n vraag, dan komt hij heel dichtbij. Overzien maar eens de consequenties, dan wordt hij lastig. En dat niveau, volgens mij, is dat ook precies waar we nu op zitten. Ja, dat klopt. Dus wat ik wel zie is dat nu 39% van, ja, ik ben wel bereid om mee te denken bijvoorbeeld, of bereid om te accepteren dat er in mijn omgeving een zonnepark komt. En de vervolgsvraag is onder welke condities? Of wanneer kan ik erover meepraten? Wil ik dat? Ja. Maar we zien ook nog een heel grote groep mensen van, ja, ik wil het gewoon echt niet. Of ik vind mijn omgeving daar te waardevol voor om andere functies te hebben. Dus niet hier en misschien wel elders of een andere oplossing. Ja. Nou, daar gaat het gesprek over. Die wat en die hoe-vraag, laten we daar eens over doorpraten. En we hebben daarvoor natuurlijk de 3 thema's. We beginnen met wind, dan zon en tot slot participatie. Telkens begint elk thema met een korte intro, ook door jou, Harold. We hebben natuurlijk ook weer de vragen die we vooraf stelden, die hierover gaan, die nemen we mee. En via de chatfunctie hopen we natuurlijk van harte dat u ook reageert. En als u reageert, zeg ook vooral waarom en hoe u dat allemaal voor zich had gezien. De mening of het idee wat u heeft over bepaalde zaken. Wilt u vragen stellen die hier aan tafel gesteld moeten worden, of die we op een ander moment kunnen beantwoorden? Doe dat ook zeker, nemen we ook mee. En zegt u van, nou, ik zou best wel eigenlijk wel mijn reactie willen toelichten in de uitzending. Dat kan ook. Dan kunt u zich aanmelden en dan kijken we of er gelegenheid is dat we u ook in de uitzending kunnen brengen. Om met wind te beginnen. Ja, Harold, ik val meteen met de deur in de huis. Ja. Met de huis in. Tuurlijk, met de deur in huis. Want ik vroeg me eerlijk gezegd af. We hadden het hierover van tevoren. En toen dacht ik, ja, moeten we het daar nog over hebben, over wind? Want ja, ik heb de kranten gelezen de afgelopen tijd. En als ik het goed begrijp, dan zit de Veluwe tot 2030 op slot voor windmolens. Dus waarom nog praten over dit onderwerp? Nee, er valt nog genoeg wel te praten. Maar het rapport ligt er niet om. En ook de conclusies die daaruit getrokken worden, bijvoorbeeld door de provincie, die wel degelijk inderdaad zegt, nou, als wij de uitkomsten van zo'n rapport over ecologie en de wespendief, daar hebben we het dan allemaal over zien. En voor zo'n groot gebied van de Veluwe en een hele zone daaromheen, dan zien wij voor 2030 inderdaad niet als haalbaar. Mag ik heel even terug? Want je had het over onderzoek. Hè? Ja. Er is volgens mij onderzoek gedaan, ook op initiatief van de Cleantech-regio. Ja, we zijn zelf aanvragers geweest van het onderzoek. Samen met andere regio's die op de Veluwe spelen. Want we zijn 300 vierkante kilometer groot als Apeldoorn. Met een heel groot deel op die Veluwe. Maar dat liggen ook nog veel andere gemeenten op en om die Veluwe. Dus we voelden ook echt wel goed aan dat we zitten niet alleen in die Cleantech-regio. We zijn ook Veluwe-gemeenten. Dus, en we wisten uit andere onderzoeken aan de noordkant van de Veluwe dat dit heel erg ging spelen. En dat die wespendief bijvoorbeeld als één beest is dat, maar er zijn nog andere soorten natuurlijk ook die bescherming behoeven, maar dat ene beest het nader onderzoek alleen al waard is in een groter gebied. Dus we hebben dat ook samen met 3 andere regio's en de provincie dat onderzoek gestart. Dat heeft wel een tijd geduurd, want we zijn eind van de zomer dat gestart. En ik ben wel blij ook dat we dit hebben liggen. Alleen nu gaat het gesprek over wat betekent dit nu? En zijn we dan klaar nu voor de korte termijn met windmolens? Ik denk wel dat we op de korte termijn geen reële projecten zien. Er moet namelijk ontzettend veel dan aan maatregelen getroffen worden of een verder onderzoek moet altijd gebeuren. Mm-hmm.
Trouwens, de provincie wil dat ook wel voor de zone om de Veluwe heen, waar die wespendief ook vliegt. Maar we hebben ook nog een aantal verkenningen lopen als Apeldoorn. Bijvoorbeeld, wat is de financiële haalbaarheid als je bijvoorbeeld een molen moet stilzetten een aantal maanden in de zomer? Dan is die wespendief daarmee geholpen. Dat onderzoek loopt nog. Dus, en er is ook aangevraagd, onze raad wil dat ook graag weten. Wat zijn de consequenties? Kunnen we langs de A1 op de Veluwe wel of geen modus plaatsen? En dat onderzoek is nog niet uitgelopen. Dus daarom dat we nog dat open houden en zeggen, nee, dat onderzoek willen we nog voor kunnen leggen aan onze raad. Onze raad moet daar dan een beslissing over nemen. Maar mag je concluderen dat windenergie, windmolens, dat wel een lastig... Ja, het is echt een verschil met zonneparken. En, maar dat wisten we ook al wel langer. Want er spelen ook voor mens en dier andere gevolgen dan zonneparken. Dan gaat het om veiligheid. Dan gaat het ook om gezondheid, bijvoorbeeld door geluidshinder. En bij vogels bijvoorbeeld echt gevaar om daar dood aan tegenaan te vliegen. Ja. Ja. We hebben de deelnemers hebben vooraf de vraag gesteld. Als we nou doorgaan met windenergie in Apeldoorn, wat vindt u dan belangrijke aandachtspunten? Nou, er zit daar al die kanttekening, hè? Als we daarmee doorgaan. Maar je zegt terecht van, nou ja, het is ook goed om echt het complete plaatje en beeld te hebben. En er komen ook nog vervolgonderzoeken. En het is nog geen 2050. Dus laten we wat er kan dan ook in beeld hebben. Maar toch, die vraag is gesteld. U kunt daar ook via de chat natuurlijk ook op reageren. En vooraf heeft u ook al gereageerd. En daar zijn wel interessante dingen uitgekomen. Althans, ja, ik vond ze heel interessant. Ik leg ze hier graag even voor, Harold. Met stip, locatie, heel belangrijk. Geluidsoverlast, slagschaduw, veiligheid, natuur. Verbaast het je? Nee, dat zijn echt al de termen die erom doen. En ik snap eigenlijk locatie ook wel. Ja. Want meepraten of voelen wat het voor jezelf betekent, dat weet je eigenlijk pas goed als het bekend is van wat is dan het plan? Waar, op welke locatie hebben we het over? En als je naar onze kaartjes kijkt, van de conceptres zover als we waren, dan zei dat nog, ja, ik noem dat airbrush gebieden. Ja. En scherper kon het ook op dat moment nog niet. Hè. Er zaten wel getallen die heel akelig precies leken. Maar ook dat was over en weer kijken van hoe ver kunnen we gaan en wat is ons maximale bod? Wat is een inschatting op dit moment? Ja. Maar je kunt pas echt invoelen en meepraten in projecten natuurlijk ook. En voelen of je wat met participatie bijvoorbeeld, als je weet wat de locatie is. En dat hebben we dus nu nog niet. Anders dan dat we het hebben over ergens aan de A1 op de Veluwe. Of ergens aan de A1, A50 boven Klarenbeek. Daar gaan we verder zoeken. Dus ik snap heel goed dat mensen dit noemen, dat ze dat ook willen weten. Dit hebben we dus in ieder geval al, hè, als resultaat op die vraag van wat zijn dan ook nog steeds belangrijke aandachtspunten? Bertien, zijn ook mensen nu al die reageren daar op diezelfde vraag of misschien een heel andere vraag willen voorleggen? Ja, ik heb nog niet zozeer inderdaad reacties op andere aandachtspunten, maar ik heb wel een vraag, want bijvoorbeeld Jan, die heeft een heel leuk idee. Hij wil een kleine windmolen plaatsen of sportpark De Maten. Hoe kan hij dat voor elkaar krijgen? Nou, dat is weer een hele andere orde. Daar valt er iets over te vertellen, hè, want er komen steeds meer ook kleine molens in Nederland, met name in Noord-Nederland op dit moment. Een paar jaar geleden was dat nog echt alleen maar prototypes die je op internet kon opzoeken, maar je zag ze nergens. Dat is echt wel aan het verschuiven. En sterker nog, we zijn er ook beleid op aan het maken. En je moet het zo zien, alle beetjes helpen. En op een bepaalde plek, bijvoorbeeld voor een sportpark of bij een boer die achteraf ligt, kan het echt iets betekenen voor de energievoorziening daar ter plekke. Ja. Maar we moeten het niet zien als iets wat in plaats van de grote molens de oplossing, een alternatieve oplossing gaat zijn. Want we hebben echt pech. Zo'n grote molen zouden we dan echt honderden van die kleinere molens nodig hebben. Kleine molens trouwens, weten we wat er op de markt is op dit moment, zijn molens vaak zo van 15 meter hoog als hoogte. En dat is ongeveer een hele grote boom, zou je kunnen, qua effect, impact op de omgeving. Ja. Dat is natuurlijk andere koek dan de molens die we in onderzoek gebruiken van 180 meter tiphoogte. Ja, ja. Dus aanzienlijk verschil. Heeft het dan wel zin, 15 meter hoog molen? Op die plek heeft het best, kan het best zin hebben. En ook om het gesprek aan te gaan met de gemeente. En dat kan op twee manieren, want iedereen die wat wil bouwen, die kan zich melden aan een omgevingsloket die we als gemeente hebben. Dat kunt u ook op internet opzoeken bij onze site apeldoorn.nl. Maar stuur ook misschien een mailtje even naar
naar mij. Res@apeldoorn.nl kan ook. Ja. En dan hebben we het er verder over. Lijkt me interessant. Misschien komen we daar zo meteen of straks bij het onderwerp participatie ook nog weer op terug. Ja. Want het is natuurlijk participatie optima forma. Hè? Zelf met een molen aan de gang. Bettine, verder nog? Vragen, ja. Reacties? Ja, vraag van Erik. Wordt er rekening gehouden met gebieden waar vliegveld Teuge haar in- en uitvliegroutes heeft? Deze vliegtuigen die vliegen in sommige gebieden soms wel 170 meter laag. Worden deze gebieden wel in de volgende versie van de RES uitgesloten voor windmolens in verband met enorme risico's? Ja, dat is een hele goede vraag. En dan komen we eigenlijk ook op het hoofdstuk van normen. En Teuge en ook soortgelijke vliegvelden, die worden gewoon beschermd met wettelijke normen landelijk. Daar kunnen wij van vinden wat we willen in onze regio. En dat heeft te maken met die aanvliegroute. Eigenlijk is dat om Teuge heen, met bepaalde landingsbanen natuurlijk, startbanen, een grote ronde cirkel, die echt een grote hap uit onze regio is, waar inderdaad geen grote windmolens mogen komen vanwege die veiligheid en aanvliegroute. He, ook met een calamiteit moeten vliegtuigen daar op alle hoeken aan kunnen vliegen. En dat is landelijk in wetgeving bepaald. Dus wil je in dat gebied toch windmolens, dan heb je het eigenlijk over heel rigoureuze keuzes om te zeggen, we nemen afscheid van dat vliegveld Teuge in de huidige bestaan. Ho, ho, ho. Maar dat is heftig. Ja, nee, maar dan hebben we het. Dat betekent, maar Teuge heeft natuurlijk ook een economische waarde en misschien ook een recreatieve waarde voor veel mensen in het land. Dus het wordt goed beschermd met de huidige normen. En, als je in dat gebied toch gaat, dan heb je het ook meteen over rigoureuze keuzes. En op dit moment ziet het er niet naar uit, in het restproces wat ik ken, dat we die beslissing nu gaan nemen. Maar als je daar iets wil doen, dan krijg je dat op je bordje als gemeenteraden. Ja, jij zei net iets interessants, denk ik. Meer interessants over. Ik vind je hele verhaal natuurlijk interessant. Maar je had het over die normen. Wat is nou eigenlijk de volgorde? Ja. Zijn de normen leidend en dan kijk je wat er kan? Of kijk je eerst wat je eigenlijk wilt en kijk je dan pas wat mogelijk is? Zowel onze gemeenteraad eigenlijk al jaren terug vraagt om een normenkader. Maar we zien het ook heel veel terug bij bewonersreacties. Mm-hmm. En ook mensen die in de nabijheid wonen van waar we eerder studie hadden, zoals bij Klarenbeek. Daar blijkt dan een plekje misschien mogelijk geschikt te zijn als je alle wettelijke normen in acht neemt. Maar zowel de raad als de bewoners zeggen, ja, maar die normen zijn niet al streng genoeg. Ja. Voor onze omgeving. We willen ook rust in ons buitengebied. We hebben natuurwaarden. Onze wetgeving nationaal beschermt al in enige mate. Met name ook voor geluid. He, rondom woonbebouwing. Je moet een bepaalde afstand aanhouden ten opzichte van windmolens. Maar er is geen wettelijke norm van afstand. Er is een decibelnorm. Maar misschien moeten we in Apeldoorn bepalen dat ruimer moet. Nou, dat hebben we ook wel verder onderzocht. En dan kom je ook weer in die orde van grootte dat er op dat moment eigenlijk in Apeldoorn geen plek meer over is. Als je dat gaat oprekken naar bijvoorbeeld 800 meter. En de wettelijke normen vertaald als vuistregel kun je zeggen iets van 500 meter kun je aanhouden. Daar verschillen ook meningen in het vakgebied over. Dat kan volgens sommigen nog wat minder. Maar je ziet in het buitenland bijvoorbeeld dat het veel grotere afstanden zijn. En die discussie kun je voeren, maar dan moet je ook goed weten wat de consequenties zijn. En dat betekent ook dan weer rigoureuze keuzes. Als je toch vasthoudt aan je ambitie en je wil toch modus plaatsen, ja, dan moet je of naar die Veluwe extra kijken, of je gaat, en dat, ja, ik durf het bijna te zeggen, maar dan heb je in dat gebied moet je dan woningen op gaan kopen. Dus wat doe je eerst? Die norm oprekken en dan de consequenties nemen en de beslissing. En je komt eigenlijk ook meteen in het gesprek over, hey, past deze ambitie in dit gebied wel? Dus het gaat eigenlijk samen op, dat gesprek. Ja. En dat proberen we in de rest ook als Apeldoorn in te brengen. Nogmaals, heel erg lastig. En zeker als het om wind gaat. Bettine, heb jij over dit thema nog vragen die we hier kunnen behandelen? Ja, ik heb er nog één van Cor. Ja? Ja? Hij zegt, kunt u garanderen dat de energie die in de regio opgewekt wordt ook in de regio gebruikt wordt? Hmm. En niet wordt verkocht aan bijvoorbeeld datacenters zoals dat nu in Noord-Holland gebeurt en met Microsoft en in de Eemshaven met Google. Want een dergelijke ontwikkeling is natuurlijk killing voor het draagvlak. Ja. Nou, dat zijn drie vragen in één. Ik kan niet garanderen, dat kunnen we niet op dit moment, dat alle opgewekte energie ook meteen naar een bepaald bedrijventerrein gaat. Dat proberen we wel zoveel mogelijk, want dat is eigenlijk voor iedereen win-win. Voor bijvoorbeeld een bedrijventerrein. Zij kunnen bijvoorbeeld daardoor duurzame energie voor zichzelf voorzien. Hebben ook zeggenschap erover waar het vandaan komt.
Het is technisch wel ingewikkeld. Het kan ook wel goedkoop zijn daardoor. Maar het is niet makkelijk vanzelf. En op dit moment gaat energie die opgewekt wordt eigenlijk op het grote net. He, de hoogspanningsleiding. En gaat het eigenlijk naar iedereen toe. En dan heb je die datacenter. Ja, dat volgen wij wel natuurlijk. We hebben trouwens al wel bedrijven een datacentrum in wat langere tijd in Apeldoorn. En inderdaad, het is gewoon zo. Als je dat als nieuwe functie in Apeldoorn erbij krijgt en je hebt een bepaalde ambitie om energie neutraal te worden, wordt je opgave alleen maar groter om op eigen terrein daar extra windmolens of zonneparken voor te plaatsen. Ja, dat besef is inmiddels wel ook naar voorbeelden elders in het land wel echt ingedaald. Mm-hmm. Dat je daar, nou ja, dat is een oproep ook van mijn kant, dat je daar heel verstandig moet zijn om daar keuze in te maken. Het kan een economische keuze zijn om dat toch te doen. Maar weet wel, op energievlak heb je het, krijg je het een grotere opgave om aan je broek. Nou ja, en ik bespeurde hier ook in van gaan we niet in deze regio of deze provincie energie opwekken in een vrij kwetsbaar gebied als de Veluwe. Wat mogelijk bestemd is voor heel ergens anders, elders in Nederland. Ja, dat is een discussie. Hè? We kunnen het ook niet importeren. Maar eigenlijk tegelijkertijd is het gewoon ook het beroep eigenlijk internationaal in Europa, maar ook in Nederland, aan iedereen van wat kun jij bijdragen? En ergens stopt dat. Maar iedereen wordt gevraagd om bij te dragen. En misschien in latere, over 20 jaar, kunnen we het op grotere afstanden makkelijk energie opslaan en vervoeren. En die technieken zijn in ontwikkeling. We weten ze eigenlijk deels al wel. We hebben ook een sessie over waterstof gehad. Mm-hmm. Maar op dit moment is daar veel nog niet gewoon technisch en financieel niet haalbaar. Dat is wel in de toekomst meer. Maar daarom het appel ook nu om toch bij iedereen, elke regio, ook lokaal te krijgen. Wat kun je bijdragen? En wat kan jouw ambitie daarin zijn? En wanneer is het in balans? Oké, dank. Wind. Windenergie, windmolens. Lastig onderwerp, maar goed om er wel over in gesprek te blijven. Ik zou dit thema graag willen afronden hiermee. Ik heb nog één punt om te melden. Misschien in het vervolg ook. We zijn dus met verschillende verkenningen nog bezig. Hè. We praten ook door met de provincie over het ecologisch onderzoek van de Wespedief. Met de marktverkenning. We hebben ook nog een onderzoek over, is het misschien niet verstandig om met partijen een gemeentelijk energiebedrijf op te richten? Dan hebben we er nog meer zeggenschap over. En kunnen we ook revenuen, opbrengsten, die er dan mogelijk toch zijn, naar binnen halen. Nou, dat hebben we allemaal lopen. En heel binnenkort gaan we dat ook aan de Raad uitgebreider presenteren. En dat kunnen mensen ook volgen. Oh. Interessant om in de gaten te houden. Ja, dat komt vrij snel in maart, is de planning om dat te doen. Ja, in de gaten houden denk ik de website van de gemeenteraad Apeldoorn. En anders ook op apeldoorn.nl/res. Res, daar zullen we het ook op laten merken. Okay. Ja. Dat wat betreft wind, althans tot nu toe. Ja, het thema zon. Dat is hopelijk ook iets vrolijker, iets positiever dan de constatering dat met wind op en rond de Veluwe dat het echt beperkt is. Als we kijken naar zonne-energie, waar staan we dan in Apeldoorn of binnen de cleantech-regio? Ja, daar kan ik wel iets over presenteren. Ja, staat netjes klaar. Zon is echt iets anders dan wind, merken we. Bij wind zijn we heel lang bezig met verkennen. En eigenlijk onze raad is ook bezig om te kijken, ja, maar waar doen we het toch niet? En waar gaan we verder verkennen en verder verkennen? Dat is ook allemaal nodig. Bij zon zien we dat. En bijvoorbeeld, er zijn eigenlijk weinig marktpartijen op dit moment die interesse tonen. Die al zeggen, ik heb hier al een project voor wind. Bij zon is dat echt anders. Daar hebben we vanaf zo'n medio 2017 in één keer heel veel initiatiefnemers die geïnteresseerd zijn en ook ervaring hebben met het aanleggen van zonneparken. Internationaal, maar ook inmiddels wel in Nederland. En die al overeenkomsten hebben met eigenaren van grond. En dan gaat het snel. En we hebben daar ook al een beleid op gemaakt als Apeldoorn. Niet alleen voor zonneparken, maar ook zon op dak hebben we een beleid en een stimuleringsbeleid op dit moment. Dus dat is echt een andere fase dan dat windonderzoek. Vertel nog eens even, zon op dak, is dat specifiek voor bedrijven of kan het ook voor nee, dat is woningen, particulieren? En. We hebben ook al een inschatting gemaakt binnen die energietransitieambitie. Willen we eerst ook zoveel mogelijk halen uit dat binnenstedelijk gebied. Zon, ook daar zijn grenzen over wat mogelijk is. Mm-hmm. En dan hebben we nog een deel over wat we begroten van ongeveer 250 hectare voor 2030, wat dan aan zonneparken nodig is, okay, of wat windmolens. Maar zon op dak hebben we dus een stimuleringsbeleid. En eigenlijk het beste stimulans is ook kennis overdragen. Veel bedrijven, maar ook organisaties, dat kunnen ook sportclubs zijn met hun kantine, zitten met veel vragen. Het is ook allemaal niet altijd makkelijk. Verzekeringskwesties.
Nou, daar hebben we de Task Force Zon om die mensen te begeleiden. Ook in hun vragen, als ze ergens tegenaan lopen, om subsidie aan te vragen. En dat is eigenlijk vrij succesvol. Maar we weten ook wel dat de discussies lopen van, ja, redden we het daarmee? Moeten we niet steviger gaan verplichten? De wet geeft daar steeds meer ruimte voor. Daar lobbyen we ook voor. En dan gaan we ook verkennen. Van, moeten we niet een stap extra zetten? En één extra stap die we ook, en dat is eigenlijk wel nieuw nu, wat we gaan zetten, is van de parkeerterreinen. Hoe gaan we daarmee om? Want daar is ook vrij veel winst te halen. We hebben de nodige parkeerterreinen. Zelfs al gemeenten in beheer. En we gaan nu binnenkort met een tool inzichtelijk maken en gesprek aan met eigenaren van parkeerterreinen. Hey, wat kunt u misschien met overdekte, met solar carports heet dat dan in het Engels, in goed Nederlands. Kunnen we daar niet meters mee maken? En dat is ook wel nodig. En ondertussen zijn we wel koploper als Apeldoorn, een van de koplopers in Nederland. Maar we hebben nog veel slagen te maken. Want ik kan me voorstellen dat mensen denken van, nou, als we dat toch eerst eens allemaal gebruiken, hè? Al die platte daken daar op bedrijventerreinen, al die flats die her en daar staan, appartementengebouwen, al die scholen, sporthallen. Als we dat nog allemaal volleggen, dan zijn we er toch wel. Nee, we zijn er dan niet. Ook niet voor de doelstelling van onze raad voor 2030. Ook als we dat al halen. En ook als we nog besparen dan ook. We hebben ook een besparingsdoelstelling. Ja. Dus daarnaast, dat weten we, maar daarnaast zullen we dan toch nog extra aan aantal meter hectare zonnepark nodig hebben. Wat we dan ook zo begroot hebben. Hè? Dus we hebben niet gezegd van kom eerst maar met de zonneparken of kijken wie het snelst komt. Ja. Maar het is niet in tijdsvolgorde. Helaas zou ik willen zeggen, want het zou wel het beste zijn. Maar die luxe binnen die ambitie en die opgave is te groot om dat zo te doen. Ja. Ik ben wel benieuwd, altijd, ik blijf benieuwd wat mensen als suggesties hebben of waar we meer nadruk op zouden kunnen leggen of welke suggestie er zijn of ideeën zijn om binnenstedelijk meer meters en snelle meters te maken. Nou, ik zou deze vraag meteen willen stellen. Heeft u suggesties van ideeën hoe dat dan anders, beter, nog meer kan? Laat het weten. De vraag die we vooraf ook aan u stelden, of eerlijk gezegd is het een stelling, en die wil ik graag benoemen en dan komen we er zo meteen op terug hoe u reageerde. Maar ik wil u opnieuw uitdagen wellicht, van reageer graag via de chat. Stel uw vraag, kan natuurlijk ook. En als u zegt, nou, ik wil gewoon ook eens wel eens even het een en ander toelichten. Heel graag, meld u zich aan via de chatfunctie en dan komen we zo dadelijk bij u. Die stelling die we vooraf meegaven aan deelnemers was, we clusteren zonneparken in een beperkt aantal gebieden en houden zo de rest van het landschap vrij van zonneparken. En ik heb dat resultaat, als je kijkt naar dat resultaat, dan varieert dat van heel erg eens links, zwart-geel en dan roze-achtig naar paars, heel erg oneens. Heel erg eens staat op ongeveer 20%. Heel erg oneens is ruim 25%. En behalve het oneens zit eigenlijk alles een beetje op hetzelfde niveau, Harold. Ja, nou, dat is wel toch wel opvallend. Er is toch wel veel verdeeldheid als je dat zo ziet. Ja. Ook hier weer ligt, wie zitten er 90 mensen daarop te stemmen? Maar hoe maak je daar als gemeente chocola van? Ja, dat is nou letterlijk de vraag op dit moment. Mm-hmm. Want we hebben dus al beleid voor zonneparken. Dat is eigenlijk vrij uitnodigend. Ja. Dat kaartje wat je net zag was een groot groen gebied. Ja. En Apeldoorn zegt, van, komt u met uw initiatieven? En we gaan op die plek kijken wat er kan met u. En we zien de discussie opschuiven. Dat zien we door de eigen ervaring in Apeldoorn met zonneparken. En heel recent heeft onze college besloten om een aantal lopende initiatieven te bevriezen. Om eerst een meer gebiedsbrede visie met mensen te gaan maken. Ik denk dat meerdere mensen die daarmee te maken gaan krijgen of hebben al vanavond te kijken of morgen en meedoen. Dus eigen ervaring loopt daartoe. De provincie heeft opgeroepen in december van gemeente, ga meer kijken of je niet meer heel bewust zelf gebieden gaat aanwijzen als overheid waar het gaat gebeuren. En voer dan ook meer regie op. Ga kijken wat je daarin kunt doen. En de restdiscussie ook met stakeholders, die stakeholderstafels, zien we dat terugkomen. En dus die vraag ligt op tafel. Er ligt nu nog geen plan. Nou, zo gaat dat dan. Maar dat is wel in wording. En eigenlijk, ja, we hebben natuurlijk als een zo simpel mogelijke en begrijpelijke mogelijke vraag gesteld. Ja of nee, clusteren. Maar het gaat eigenlijk natuurlijk in een range van, we hebben nu dat huidige beleid. Mm-hmm.
is eigenlijk vrij open. Tot met aan de andere kant van het spectrum. Nee, we gaan het ergens clusteren in die regio. En misschien ook wel in de nabijheid van Apeldoorn of één of twee plekken. Mm-hmm. Maar er zijn ook nog tussenvarianten. Okay. Want we hebben ook... ik heb dat op een slide staan. Maar ik weet niet of die erbij kan geroepen kan worden. Nou, even een paar verder. Ik weet niet of iemand... Ja, nog een paar verder. Dan heb ik eigenlijk... zijn er in hoofdlijnen vier opties. Trouwens, wat het kaartje wat u ziet is de conceptrest... zover als we toen waren in september. Mm-hmm. Met toen een algemeen beeld van wat zijn nou de zoekgebieden. En dat zijn dan die gele die kansrijk zijn om mogelijk zonneparken... en dan vooral gemeenten zullen aan de slag moeten met beleid. Dat was toen het inzicht. En dat is een heel groot gebied, zie je wel, in die regio. Het werd eigenlijk heel erg opengelaten op dat moment... En daar is nu de vervolgdiscussie op. Moeten we dus aan de ene kant blijven bij het beleid zoals Apeldoorn het heeft, tot nu toe. Dat zijn we ook aan het evalueren nu. Dat heeft de Raad ook gevraagd, versneld. We gaan evalueren dat, want we zien heel veel vragen. De spreiding toelaten en dan op de plek zelf kijken. Of zou je, en dat, die beweging maken we al, en ons college heeft al gezegd, nou, of een aantal nabij elkaar gelegen initiatieven moeten we gewoon een gebiedsvisie gaan maken en mensen daarbij gaan betrekken, voordat we verder gaan. Dat zijn we nu aan het voorbereiden ook wel. Dus we schuiven eigenlijk in Apeldoorn op naar twee. En dan heb je de meest verdergaande vorm is in die hele regio... waar zijn logische plekken vanuit landschap, maar ook wel aansluiting... moet wel haalbaar zijn op het energienetwerk. Of misschien waar de vraag ook zit bij bedrijventerreinen... of bij grote bewonersconcentraties. Waar kunnen we die concentratie maken? Hoe ziet er dat dan uit? Wat voor eisen zetten erbij? En daar moet dan ook een visie voor komen. Dat kun je ook niet zomaar even neerplempen natuurlijk. Er is ook gezegd, misschien een combinatie. Want we zien ook dat dorpen of gemeenschappen individueel... ook soms met een idee komen een eigen kleiner park misschien in te richten. Misschien tot 10 hectare. Op een eigen plek die ze zelf willen. Die niet in dat soort concentraties op dat soort gebieden liggen. Moet je daar niet toch ook ruimte voor houden... om van onder op die initiatieven te... Ja, een plek te geven en ook een plek in de rest te geven. Ja, dus je zegt er zijn in feite, als je het allemaal bij elkaar zet... dan zijn er in feite vier scenario's denkbaar. De spreiding, eigenlijk een beetje zoals het nu is. Spreiding, maar dan wel met een integrale gebiedsvisie die eronder ligt. Dan een combinatie van zaken. Of een concentratie, dus een hele sterke concentratie. Dat heeft natuurlijk wel heel verschillende consequenties. Ja. En ik zou ook alle deelnemers graag willen vragen... waar zou uw voorkeur naar uitgaan? En vooral ook daarbij, waarom? Waarom heeft u die voorkeur? Geef dat opnieuw aan via de chatfunctie. En dan komen we zo meteen terug bij de reacties. Zou je ons nog eens even kortweg, want die vier... is er nog een vijfde scenario denkbaar? Of nou, dit zijn ze eigenlijk wel? Weet, kijk, er is ook een scenario van... het past gewoon niet in deze regio. Daar gaat het niet naartoe op dit moment. Met de ambities zowel van provincie, andere gemeente en onze gemeente. Of een superconcentratie. Ergens zo ver mogelijk in de uithoek. Ja. Daar gaat de discussie niet naartoe op dit moment. Dus het gaat toch wel om meerdere plekken in de regio... waar je concentratie doet en waar je dan ook gaat naar de mits en maren gaat kijken. En hoe ver moeten we daarin gaan? Hoe groot of hoe klein houden we dat? Is een combinatie van scenario's ook nog denkbaar? Ja, dus daarom staat hij ook wel bij als een combinatie. Waarbij ik denk dan wel spreiding wordt losgelaten als beleid in het algemeen. Ja, dus het gaat er toch om op enkele, om hier en daar kleinere initiatieven toe te laten. Misschien met een begrenzing, tot 10 hectare of iets dergelijks. Ja. Zonder daar ook weer te eisen heinrich. Ja, je weet waar mensen zelf mee komen als idee, hè? Of als dorp. Mm-hmm. Dus je wilt ook niet daar weer hard vaststellen wat wel en niet mag... en daar weer op terug moeten komen een jaar later. Maar dat zou je kunnen afspreken met elkaar. Zou je eens even zo, als je die vier scenario's zo ziet... Hè? Zou jij eens kunnen aangeven wat je zo als consequenties ziet... Ja. Van elk. Nou, bij spreiding zien we de consequentie in Apeldoorn al wel komen. Ze komen niet lukraak, hoor. Ontwikkelaars weten heel goed waar zij een goede business case kunnen houden. En dat is wel vaak ook bij middenstations. Liander beheert dat in ons gebied als netbeheerder. Mm-hmm. Daar gaat de elektriciteit van hoogspanning naar de wijken. En daar zullen dat soort parken ook op moeten aansluiten. En dat kan niet te ver weg.
Want dan is het gewoon letterlijk te duur om te realiseren. Energiecoöperaties of een gemeentelijk energiebedrijf heeft wat minder rendement. Hè, die zou dat op wat anders kunnen beslissen. Maar je ziet toch redelijk gespreide initiatieven. En daar hebben we ook op de site staan van zonneparken. Dus we hebben ook apeldoorn.nl/zonneparken. Daar zie je de initiatieven op die kaart staan, die al vergund zijn en die nu lopen. Maar je ziet ook als ze in elkaars nabijheid liggen, zie je dat soms gemeenschappen ingesloten raken en daar een gesprek moeten voeren, daar een gesprek en daar. En ook als gemeente hebben we dat. En ook daar kun je zeggen, ja, had je dat niet eerder kunnen voorzien? Nou, dat het zo hard zou lopen met initiatieven, inderdaad, het gaat harder dan we een paar jaar geleden hadden gedacht. Dus komen we tot die conclusie, ja, bij spreiding moet je toch meer gebiedsgericht een aanpak of een visie hebben. En dan heb je het toch ook over clustering, spreiding of wanneer is het genoeg? Dus dat is de consequentie daarvan. Je hebt een gebiedsvisie gewoon vlug nodig. Ja. Zodat je verder kunt met een vergunning aanvraag om dat een goede ruimtelijke ordening toe te passen. Om te voorkomen dat je verdrinkt in alle initiatieven. Mooie initiatieven, maar en toch. Ja, dat is een drama misschien ook voor bewoners die niet weten waar ze moeten kijken. Ja. En het gebeurt ook heel snel. Maar ook voor onze gemeenteraad lastig om een goede keuze te maken. En om te kiezen tussen bijvoorbeeld tussen twee plekken. Dat kan dan heel lastig. Dus dat is een consequentie, de discussie die daar leeft. We zijn dus het kader wat we nu hebben, ook gewoon met al binnen een jaar, want het is in januari vorig jaar vastgesteld. Normaal duurt dat een paar jaar en dan ga je nog eens kijken. Maar we zijn al binnen een jaar al aan bekijken of we dat moeten gaan herijken. Binnenkort gaat ons college daarover praten en dan met een voorstel daarover komen. Dus dat is die discussie van spreiding. Gebiedsvisies, daar gaat het naartoe. En dan gaan met wie dan? Hoe willen mensen daarbij betrokken worden? Willen ze dat de gemeente eerst huiswerk doet en dat ze daarop kunnen reageren? Of moet er meteen een soort omgevingsraad of een panel worden gemaakt dat vanaf het begin met begeleiding misschien ook wel mee kan doen in dat gesprek? Dat is een discussie. En bij concentratie heb je voordelen en nadelen. Je hebt schaalvoordelen. Je kunt een plan maken waar ook plek is misschien voor met ruil van groen en natuur. En misschien ook wel geld voor natuur of landschappelijke inpassing. Of een afspraak met boeren die daar wel zaten. Om daar ergens anders misschien een. En dan kun je een plan, een afspraak maken, een overeenkomst daarover sluiten. En je hebt tijd om daar met elkaar over na te denken. Plus je kunt het goed aansluiten misschien op de energieinfrastructuur. En dat maakt uit voor ons allemaal in onze energietarief. Want wij betalen dat allemaal, hè, die kosten van de aansluiting. En misschien is er wel dubbel ruimte gebruikt. Misschien is er ook wel iets van recreatie toe te passen. Of een combinatie met landbouw. En dat kun je soms beter doen als je een gebied hebt en er één visie op hebt. Dan dat je dat bij elk parkinitiatief met een ontwikkelaar opnieuw moet ontdekken. Ja. En tenslotte ligt daar een kans om meer regie te pakken als overheid. Om te bepalen wat je daar wel en niet wilt. In gesprekken met initiatiefnemers. Je bent minder afhankelijk van initiatiefnemers die met een plan komt en dan al een vergunning aanvraagt, ze wat klaar hebben liggen, om dan te gaan reageren. Mag ik het heel simpel samenvatten? Je zegt eigenlijk spreiding toelaten zoals het nu is. Dat is eigenlijk zijn we al opgeschoven. Hè? En gaat het toch richting die integrale beleidsvisie. Je had het straks ook al over normen, kaderstellend bezig zijn. Dus dat je niet overrompeld wordt, als het ware overspoeld wordt door allerlei zonneparken met alle gevolgen van dien, ook voor leefbaarheid. En je hebt concentratie. Dan heeft natuurlijk nog wel de combinatie daarvan. Maar concentratie, dan kijk je echt naar één of een paar gebieden waar een fors areaal ligt. Ja. En daar neem je dan ook de maatregelen voor. En dat is het dan ook. Ja, en dat zou in Apeldoorn. Ja, veel mensen weten al wat dat leveninitiatieven, hè, bij BMT Broekland daar in de buurt. Mm-hmm. Of ja, we hebben natuurlijk ook fase Epe verder op liggen in Voorst. Ja. Het is een grensgebied. Ja. En aan de andere kant, onder de A1, onder de ecofactorij, bedrijventerrein daar in de buurt zou je ook kunnen. Kijk, ergens daar zou dat kunnen. Ik heb trouwens al vooral veel voordelen opgenoemd, maar er zijn ook wel mitsen en maren, hoor. Nou, laten we eens even kijken, want wil ik natuurlijk horen, maar ik ben zo benieuwd of er reacties zijn, Bettien. Ja, er zijn best behoorlijk wat reacties. En misschien is het ook leuk om even iemand in beeld te halen. Ja, Marieke, ja? Die heeft een vraag over alternatieven voor zon en wind. Dus die willen we graag even in beeld halen. Marieke, die krijgen we zo meteen in beeld. Ik hoop dat wij dat ook zien. Nou, spannend.
Zou je anders, Bettien, even in de tussentijd? Ja. Hè? Want het schakelen duurt natuurlijk even. Henk die had wel een goed idee misschien. Als je toch zonneparken aanlegt, zorg dan voor wallen eromheen die hoger zijn dan de panelen die beplant worden. En mooi beplant worden ook aan de buitenzijde. Is daarover nagedacht? Dan raak je zeker een kern van de discussie die ze speelt. Want dat ligt eraan welk landschapstype je eigenlijk zo'n zonnepark in realiseert. En soms, en dat geven ook bewoners omwonenden aan, hebben ze ook behoefte aan het open uitzicht. En dan behoud ervan. Soms zijn er ook subtiele hoogteverschillen in het landschap. En dan hoeft zo'n wal, kan dan precies de verkeerde ingreep zijn. Maar bij een ander landschapstype, wat meer besloten is met, we noemen ze dan kamerstructuren, waar je meer ontdekt en kleinschalig in het landschap en weer een veldje ziet. Waar je in één keer zo'n zonnepark voor je ogen krijgt. Daar kan het misschien wel een oplossing zijn. Ik denk niet echt in aardewallen om het te doen, maar dat is meer met stevige begroeiing. We hebben trouwens in ons huidige kader al gezegd, sowieso bij elk park gaan wij uit dat een stevig aandeel, zo'n 40%, in de plannen komt voor groen aanpassing. Dus het gaat ook niet om een strookje om zo'n park heen, maar echt, nou noemen we dan robuuste investeringen in groen en landschap. Soms wat er al lag of verloren is gegaan, terughalen. Dus dat is niet eenduidig. Het ligt van het landschaptype aan. En je kunt daar spelregels over afspreken in zo'n kader. Dat hebben we al gedaan in ons huidige kader. Maar ik zeg dus eigenlijk, het hangt van de plek af. En je zou moeten en je kunt organiseren welk gesprek je erover hebt met professionals die erover gaan, met ook wat bewoners zelf ook willen op die plek. Ik zit opeens, ik denk van, ik ben bewoner en je had het net over daar waar niet geïnvesteerd is in groen of waar het achterstallig is, biedt dat misschien ook wel kansen. Dat zou een win-win situatie kunnen zijn. Ja, het kan een win-win situatie zijn. En zo willen we het eigenlijk als gemeente ook zo ver mogelijk laten komen. Mm-hmm. Als we in gesprek zijn met ontwikkelaars. Maar er spelen ook andere belangen. Hè. Een omwonende belang is niet alleen maar een mooie natuur of landschap. Het gaat ook om gewoon het uitzicht in het algemeen. En zijn andere zaken. Dus ja, we kunnen er wel win-win situaties uithalen. Maar ook daar zijn de mogelijkheden begrensd op wat je kunt halen. Hè. En bijvoorbeeld begroeiing is ook niet binnen een half jaar zo hoog als misschien veel mensen willen hebben. Dat moet je ook erkennen met elkaar. Ja. Inmiddels begrijp ik dat we Annemiek in de uitzending hebben. Of in ieder geval kunnen horen. Annemiek, goedenavond. Ja, hallo. Jij gaf aan, ik wil hier wel op reageren. We horen je graag. Dat ging over het stukje dat iets terug was. Ja. Dat ging over concentratie. Ja, dus mijn vraag die ik stelde was, wat verstaan jullie onder concentratie? Is een gebied waarin je 30 hectare zet, is dat een concentratie? Of is een concentratie eigenlijk een gebied waarin je een halve gemeenschap misschien uitkoopt of wegvraagt en daar dus hele kilometers hectare aan zonneparken neerzet? Ja, Harold, verbeeld het voor ons zoveel mogelijk. Waar moet je aan denken? Nou, als je hebt over concentratie in ons gebied met onze aantallen van hectares. Hè, in Apeldoorn hebben we het over een inschatting naast al die andere maatregelen van 250 hectare. Dat zijn echt netto die panelen op een rij, daaromheen al die inpassing. Ja, dan heb je het over forse aantallen, tientallen hectare. En de grote parken waar ontwikkelaars soms als idee mee komen, zijn als één park al 30 hectare. Ik denk niet dat het haalbaar is om gemeenschappen te gaan wegvagen. En dus dat we ook moeten zoeken waar is plek. En natuurlijk loopt die discussie over hoe ver moeten we dan gaan? Is het dan 200 hectare, 100 hectare? Is het met iets met wat we met de buren delen, met hun opgave? En hoeveel groot is het aandeel groen inpassing? Want dan is het gebied zelf misschien wel heel groot. Ja. Maar het aantal hectare wat erin komt, gelimiteerd. Ik hoor, Harold, een beetje een kip-ei-situatie. Ja. Dus je kunt eigenlijk nu nog niet zeggen hoe groot dan precies is. Het is eigenlijk ook een stuk maatwerk. Tegelijkertijd zegt Annemiek. Annemiek, ben je nog in de uitzending? Weggevallen. Ja. Ja, Annemiek is er nog. Annemiek, komt jouw vraag? Ik zeg trouwens meteen je en jij. Ik hoop dat dit goed is voor je. Ja, dat mag hoor. Dank. komt je vraag of ook er vandaan dat je zegt van, nou, wat kunnen we verwachten? Want ik ben misschien helemaal niet negatief, misschien zelfs zo positief, maar dan wil ik wel weten, waar hebben we het over? En ik zeg net tegen Harold van, we zitten een beetje in een kip-ei-situatie, lijkt het. Eens? Ja, nou, dat klopt. Ja, nee, dat is het, denk ik, inderdaad exact. Ik denk dat Harold kent de situatie, ik woon zelf in Beemte-Broekland, kent de situatie daar natuurlijk goed. Ja.
En dat zijn precies de dilemma's die in deze buurt natuurlijk heel erg spelen. Van wanneer is iets, wanneer is het genoeg? Wanneer is de grond, ja, wanneer is het klaar? Ik zou het jullie beiden maar, eigenlijk... je wil wel een bijdrage leveren. En hoe kun je dat op zo goed mogelijke manier met elkaar inpassen? Maar als je het hebt over hele geconcentreerde gebieden... Ja, er wonen hier nog net genoeg mensen om daar natuurlijk dat niet helemaal zonder... je moet een gedragen stuk creëren. Precies. Dank dat je in ieder geval zo constructief instaat. Ik zou jullie eigenlijk beide ook de vraag willen stellen... hebben we het dan in feite over maatwerk? Dat je ook gezamenlijk kijkt als bewoners, gemeente... van waar hebben we het dan eigenlijk over? Nou, we gaan een gebiedsvisie starten in dat gebied, sowieso. Maar vanuit de bestaande initiatieven. En niet zozeer ook de vraag van de concentratie. Ja, onze gemeenteraad, er komt trouwens ook een omgeving... visie aan later dit jaar. Liggen dit soort keuzes ook wel een richtingbepaling aan de gemeenteraad. Ja. Maar ook dan krijg je een gesprek met die omgeving. En ja, als je concentratie hebt, dan heb je het over mensen hun areaal of waar je misschien met een agrarische ondernemer, niet alleen ondernemer, maar ook woont zelf. Mm-hmm. Dus dat gebied gaat altijd mensen aan. Het is niet zo dat we maagdelijke terreinen hebben gewoon in Apeldoorn en ook niet in Beemte-Broekland en ook niet op de grens met richting Vaassen. Dat beseffen onze. Het heeft altijd impact. En het gaat erom dat onze gemeente. Daar ben ik heel erg op gericht. Dat onze gemeenteraad goed inziet van. Oh, wat zijn de consequenties? Of wat dragen bewoners aan als hun zorg of consequenties? Is dat gesprek al gevoerd of niet? Want ik als gemeenteraad moet hier iets van vinden nu op dit moment. Precies, want dat is heel erg wat ik uit je opmerking haal. Dus dank daarvoor van rol het niet zomaar uit over mensen. Ga dat gesprek aan, maak ook duidelijk waar je het over hebt. En dan valt er ook te reageren vanuit bewoners. Klopt, en laat als gemeente ook gewoon daarin inderdaad een regierol pakken. En de regie mag niet bij de projectontwikkelaars komen te liggen. Ja. Ik denk dat die stap nu gezet is en dat is heel mooi. Ja. Dank voor de vraag en voor de toelichting verder. Dank, Annemiek. Dankjewel. Bertien, zijn er verder nog reacties? Mensen die zeggen, goh, ik wil graag ook iets toelichten of een vraag stellen. In het begin ging het er ook al even over... Waarom zon op daken eigenlijk niet de eerste prioriteit is binnen deze opgave. Bijvoorbeeld op het Zwitserterrein. En ook hoe kun je bedrijven, stimuleren jullie bedrijven ook... om zon op daken te realiseren? Nou, daar is die weer, hè? Ja, ik durf op dak. Ja. Ja, ik snap helemaal de discussie, want het is ook nationaal beleid. Zonneladder heet dat. Dat je eerst. Zonneladder? De ladder. Je hebt tredes om op te lopen. En de eerste trede is om dat zoveel mogelijk te benutten. Ja. En dat doen we ook bijvoorbeeld met woningbouw. Niet zomaar in buiten gaan bouwen en nieuwe dorpen aanleggen. Dat is voor misschien wel een leuk woonmilieu. Maar doe het in eerste instantie in de stad en aan de stad. Nou, eigenlijk geldt hetzelfde ook bij zonneparken en windmolens. Maar nogmaals, het verhaal is van daar redden we het niet mee. Dat weten we nu al. En de ambitie van besparen bijvoorbeeld, zou je ook nog zeggen, doe die hoog, is al echt maximaal. Maar de discussie kan wel zijn, halen we het onderste uit de kan? En die discussie start ik heel goed. En dan vind ik de Zwitserland is dan wel een voorbeeld van hoe weerbarstig die praktijk is. Want het terrein ligt er. Het is evident grote gebouwen, braakliggend terreinen omheen. Waarom ligt dat niet al vol? We hebben ook zelfs gesprek gehad over kleine windmolens daar al. Kunnen we dat niet als pilot doen? Maar wat je ziet is dat gebied is een gebied waar nu functies zitten en huurders in zitten. Maar de gemeente heeft dat niet voor niks aangekocht. En heeft haar eigen dom in dat gebied. Omdat dat gebied op de lange termijn misschien een andere functie gaat krijgen als woongebied. En er is echt onderzocht op dat gebied. Dus niet alleen door de gemeente zelf, maar ook door huurders zelf zijn met ideeën gekomen. Er zijn mogelijkheden daar. Maar deels is die locatie misschien ook een woongebied voor de toekomst. En dan is het niet duurzaam om alles dan weer weg te halen wat je 10 jaar of 5 jaar geleden hebt aangebracht. En we hebben ook op gebouwniveau onderzocht. Of niet ik, maar collega's met name. En dan blijkt ook dat er in die oude gebouwen ook niet zomaar overal... dat zijn ook vaak glazen daken deels, niet zomaar overal panelen op kunnen. En graag had ik het wel gewild dat daar veel panelen zouden liggen inmiddels. Maar je ziet hoe... we hebben veel, echt veel gestudeerd.
Maar voor de Zwitserstal komt het dus op dit moment niet uit om op dit moment grote oppervlakte van zonnepanelen te doen. Neemt niet weg, want het is een hele specifieke locatie natuurlijk. Ja. Interessant, maar wel heel specifiek. Dat in algemene zin wat je zegt van zon op dak, dus eigenlijk een van de eerste treden, een van de eerste dingen die je moet doen, omdat het zo voor de hand ligt. Maar nogmaals, ik hoorde je straks ook zeggen van het is niet of-of, het is en. Het kan ergens niet snel genoeg. Maar bedrijven verplichten is trouwens, hè, kunnen we niet ook meer verplichten? Ja, dat denk ik dat we moeten gaan afwegen. Moeten we dat niet meer gaan doen? Ja. In nieuwbouw ook zeker. Maar je moet ook rekenen, we hebben het natuurlijk over bedrijven. Mm-hmm. Economische ondernemers in Apeldoorn. Nu ook in coronatijd merken we dat die reserves raken op. Dus het gesprek op dit moment over zonnepanelen houden we aan. Maar het is op dit moment bijvoorbeeld lastig. En we hebben natuurlijk ook een economisch belang bij een sterk bedrijfsleven. En het bedrijfsleven heeft die financiële prikkel niet zo, omdat ze heel goedkoop gewoon elektriciteit kunnen aangeboden krijgen op dit moment. Ja. Dus het komt ook op goede wil aan van veel bedrijven op dit moment om iets mee te doen. Ja. Ja. Daniel Rotting, die hebben we aan de lijn. Ja. Daniel? Hoi, hallo. 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 Je hebt ook een reactie of een vraag wellicht hier voor aan tafel? Ja, ik heb wat in de chat gezet in reactie op jullie vraag. Hè, uit die vier opties van wat je dan belangrijk vindt. Ja. Ondertussen probeer ik jullie gesprek ook verder te volgen. En ik kom eerlijk gezegd wat later de uitzending in. Dus ik heb het eerste stuk gemist. Dus ik wellicht dat ik dan informatie gemist heb in mijn reactie. Maar ja. Ik woon zelf in een gebied, in het buitengebied, waarin ik heb Harold al eens eerder ontmoet in het kader van windmolenproject. En dus ook als bewoner bewust van de impact als er plannen zijn in de buurt, maar ook in de dialoog daarin de urgentie gevoeld van joh, we hebben met z'n allen wel een opgave. Hoe doen we dat dan? Dus ik ben heel erg geïnteresseerd in hoe je dus aan criteria komt. En wat ik als bewoner in ieder geval kan zeggen van, er zijn echt wel mensen, veel mensen te vinden, dat viel me ook op aan de vorige persoon in de uitzending, die graag mee willen denken. En tegelijkertijd is het ook echt van belang dat er een integrale visie is die draagvlak heeft. Dat heb ik uit eigen ervaring al gemerkt. Hoe dat voelt als dat niet zo is, maar ook vooral hoe fijn het is als je daar wel in betrokken kan worden. Ja. Waarin het denk ik heel vanzelfsprekend is dat horizonvervuiling, dat heb ik het dan maar genoemd, of aantasting eventueel van landschap of natuur, dat je dat zoveel mogelijk zou willen vermijden. Dus dat zou wat mij betreft ook wel neigen naar clusteren, bijvoorbeeld. Hè? Vind daar maar eens draagvlak voor. Ik kan me voorstellen, als je naast zo'n cluster woont, dat je er dan heel anders over denkt dan als het verder van je bed is. En tegelijkertijd heb ik ook geschreven van, volgens mij, als je tot goede criteria kan komen, is een bepaalde mate van spreiding denk ik juist wel mogelijk. En daarin heb ik wel allerlei ideeën van, bijvoorbeeld in onze buurt zie ik heel veel daken van verouderde boerderijen, schuren, mooi op het zuiden, waar echt volgens mij met de juiste incentives snel ook heel veel gedaan kan worden. Mm-hmm. En ik zat zelf te denken aan, mijn eigen huis heeft 60 zonnepanelen en ik had zwaardere panelen erop kunnen zetten, maar ik kwam aan de grens van onze netwerk. En om op te schalen naar een zwaarder netwerk kost het €700 per jaar extra als particulier. En dat weegt niet op tegen de verzwaring van de panelen. Dus daar zou je ook, denk ik, het is misschien even heel plat praktisch, maar in dat soort van details zit denk ik ook heel veel mogelijkheden. En begrijp ik dan ook goed van je, Daniel, dat je zegt van nou, het is ook belangrijk om daarin geïnformeerd te worden, zodat je weet wat mogelijkheden zijn, wat niet. Je geeft net het voorbeeld van dat de kosten nogal hoog zijn, terwijl je wel wat wil doen. Wat zijn dan goede alternatieven weer daarvoor? Dat is even één ding. Tweede ding is, ik begrijp van je dat je eigenlijk zegt van nou, die combinatie uit die vier scenario's, dus het gaat om zon, dat spreekt mij
meest aan. Met wel de kanttekening bij concentratie van ja, je zult er maar omheen wonen. Daar wil je wel heel nadrukkelijk bij betrokken worden. Want dat kan nogal wat kan nogal een impact hebben. Begrijp ik dat goed van je? Ja, ik zou. Als clustering echt ten koste gaat van heel veel burgers die dat echt absoluut niet willen, dan denk ik dat je dat moet heroverwegen. Ja, oké. Okay. Ja. Ja. Oké, okay, dank Daniël voor nu. Bettien, heb jij nog een prangende vraag of reactie die je wilt inbrengen? Ja, Harry die vraagt: wat gebeurt er als de SDE-subsidie afgebouwd wordt? Komen er dan nog wel parken buitenlandse investeerders? Ze hebben dan namelijk geen interesse meer. Ja, dat is een heel terechte vraag. Want we maken nu beleid met de kennis van nu op die SDE. En die loopt gewoon ook af. En die is SDE? Eigen. SDE. Help me. Oh jongens, dat is in ieder geval een rijkssubsidie. Ja? Voor grootschalige opwek. Ah. Waar je elk jaar op in kunt schrijven als initiatiefnemer. En dan moet je wel een vergunning hebben. Ja. Dat maakt trouwens dat initiatiefnemers vaak haast hebben, ontwikkelaars. En die een snel proces willen, terwijl wij vaak een zorgvuldig proces willen. Dat is echt wat echt bijt en wat de Broekland bijvoorbeeld ook mee heeft gemaakt. En sterker nog, voor de business case in Nederland op dit moment zijn ontwikkelaars echt wel afhankelijk van die SDE-subsidie om hun financiering te krijgen. Want het is eigenlijk nog wel een risicovolle onderneming in Nederland om zonneparken en windmolens aan te leggen. Dat als ze dat halen, dan is dat rendement ook wel weer behoorlijk. En ja, dan gaat het soms naar internationale aandeelhouders die daarvan profiteren. De branche van zonneparken en windmolens heeft wel gezegd in het klimaatakkoord: ja, wij beseffen dat we niet aan de subsidie moeten blijven laven daaraan en zo ook lui worden. Dus we beseffen dat dat eindig is. En we gaan het proberen om schaalvoordeel te halen. Of dat materialen goedkoper beschikbaar komen. Omdat ze op grotere schaal komen. Efficiënter werken. Dat zijn allemaal mogelijkheden. En men verwacht dat ook. Hoger rendement van zonnepanelen. Daar is trouwens ook een keer de rek wel uit. Maar het is wel spannend. Want op dit moment vragen wij bijvoorbeeld die 40% groen om dat park heen. Dat kost veel geld voor de initiatiefnemer. Ja. En kan hij dat straks met dat beleid ook nog wel betalen als die SDE-subsidie aan het aflopen is? Nou, dat is wel een vraag die ik zelf ook wel heb. Blijft ook een vraag, hè? Dus een zeer terechte vraag. Die vraag heb ik ook. Wordt. Het is een heel terecht punt waar we rekening mee moeten houden. Ja. Om te kijken wat we kunnen verwachten. Dank voor de toelichting. Ik wil. Volgens mij zijn er nog steeds veel meer vragen en reacties. U krijgt na de hand ook al die vragen en reacties te zien. Met de reacties erop van de gemeente Apeldoorn. Maar ik zou het jammer vinden als we het derde thema niet ook kunnen bespreken. Dus ik wil graag zon afronden. Met even mijn leken kennis hierover, denk ik, het ziet er toch wat florisanter uit dan het thema wind. Dus mooi dat het, dat het ook in een heel aantal gevallen al heel concreet is, dat zonverhaal. Ja, we weten daar echt beter weer waar we. We hebben echt een leerproces daarin doorgemaakt. Ja. Zien hoe we nu met omwonenden en partijen, welke rol we innemen. En we maken daar echt stappen in. Ja. Ja. Jij maakt meteen een bruggetje, misschien niet bewust, maar naar het derde, dat was niet bewust. Het laatste thema. Participatie. Betrokkenheid van mensen. Maar ik begreep van je dat het gaat in feite over twee vormen van participatie. Ja. Neem ons mee. Kan ik ook even toelichten aan in de presentatie, als die wordt voorgezet. Want het gaat in kort gezegd, participatie is ook een toverwoord, hè, wat al decennia bestaat. En het kan alles zijn, tot iets aanhoren, tot meedenken, tot en met zelf meedoen en mede-eigenaar zijn van iets. En dan een hele range ertussenin. Ja. Maar als je de tweedeling maakt, dan gaat het eigenlijk om aan de ene kant meedenken. Daar is eigenlijk deze avond ook een voorbeeld, een moment in. Ja. Met alle beperkingen van corona, waardoor we niet in groepen allemaal maar zitten te praten nu met elkaar. En de andere kant gaat het eigenlijk bij grootschalige opwek ook heel erg over mee profiteren. Want dat is de kans. Het verschil ook misschien met andere dingen zoals woningbouw is dat we nu niet mee profiteren van de energieopwek die overal in de wereld gebeurt en waar we gewoon afnemen. We betalen een rekening, ook trouwens aan buitenlandse ondernemingen, Vattenfall of wat dan ook. Maar dat er een kans ligt nu als je toch lokaal gaat opwekken om dan ook maar te zorgen dat je lokaal mee profiteert.
Nou, dus je hebt aan de ene kant meedenken over hoe doen we dat met die clusters? Wat zijn criteria? En op het juiste moment de inspraakreactie kunnen schrijven als bewoners. He, dat is allemaal ook participatie. Mm-hmm. Tot en met meedoen bijvoorbeeld in de beheerfase door met lokale ondernemers iets te doen met natuurontwikkeling in een park of educatie. Dat kan ook allemaal. Dan heb je meer meedoen. Het begint het al meer meedoen te yeah. worden. Nou, onze vraag is met name bij meedenken, hoe gaat dat straks in die gebiedsvisies? Wanneer wilt u betrokken worden? Wie? Moeten we dat met een grote groep doen? Moeten we dat? Wat is het stappenplan daarvoor? Dat zijn we nu ook zelf al aan het bedenken als gemeente. Maar dat willen we graag in gesprek ook met bewoners in die gebieden gaan doen. Ja, dat meeprofiteren. Ja, dat is sterker nog, dat is een landelijke streven om 50% uiteindelijk van zonneparken en windmolens, dat ook zoveel mogelijk in eigendom is van lokaal. Dat er lokaal ook mee geprofiteerd wordt. 50%. Ik heb wel navraag gedaan, hoe wetenschappelijk is dat onderbouwd? Nou, ja. Dat is wel fragiel. Het is een wens. Het is een wens en echt een ambitie. Mm-hmm. En waar nog echt hard aan gewerkt moet worden. Want je ziet nu in gemeenten die daar de hoogste scores aan hebben, dat ze iets van 30% halen. In Noord-Nederland zijn er wel voorbeelden van. Maar we zullen daar echt nog wel slagen moeten halen om dat echt ook hier te halen. Ja. In Apeldoorn kan dat trouwens op dit moment. Want we hebben een energiecoöperatie als de A, die daar echt hard aan het trekken is. Mm-hmm. Of bijvoorbeeld een familie die in hun land zelf een zonnepark ontwikkelen en ook blijven beheren en een eigendom hebben. Ja. Dus het gebeurt ook al wel in Apeldoorn. Mm-hmm. Maar het hoeft niet alleen maar over dat mede-eigenaarschap te staan. Dat is eigenlijk mijn verhaal. Want dat verplichten, dat 50%, zou ook weer wat zijn. Want dat is gewoon mee investeren. Het is een miljoenenbusiness. Dat betekent mee investeren. Dat betekent ook dat we vragen of verplichten, of dat kan, dat is trouwens nog helemaal de vraag, om als Apeldoorn, als miljoenen te investeren in vrij risicovolle projecten als zonnepark. Als Apeldoorners, ja. Als ja. inwoners. Dus ja. Het is subtieler. Het is echt, het ja. gaat om ook een keuze die je kunt maken met ja. elkaar in een gebied. Dan gaat het ook misschien om financiële deelneming met obligaties. Dan heb je minder risico, maar wel het profijt. En dat is misschien niet torenhoog, dat rendement voor je. Maar dan heb je wel zelf als omwonende een profijt van waar je op uitkijkt. Maar het kan ook om een omgevingsfonds gaan. En dan gaat er geld, gewoon wat er verdiend wordt, in een pot. En ga je samen bepalen wat met die pot gebeurt. Of dat bepaalt de gemeenteraad bijvoorbeeld. Dat die groenaanpassing die we misschien minder kunnen realiseren met door die afnemende subsidie. Ja, en dan heb je nog iets van wat al gebeurt. Een omwonende regeling, een initiatiefnemer gaat zaken doen met een individuele inwoner. Ja, dat is natuurlijk wel echt aan het randje van, is dat nog participatie? Dat is gewoon één op één een regeling treffen. Ja. Los van een schadevergoeding, een planschaderegeling die we ook wettelijk hebben in Nederland. Maar wat je zegt, participatie, dat heeft heel veel vormen. Het in grote lijn gaat het om van meedenken, meepraten, hè, zoals we ook meehoren, zoals we nu ook deze bijeenkomst hebben, tot echt zelf aandeelhouder zijn of eigenaar wellicht ja. van zo'n zonnepark. Als het goed is hebben we en ik hoop dat ik dat goed uitspreek, Jansman aan de telefoon of aan de lijn in de uitzending. Goedenavond. Goedenavond, Joe. Goedenavond. Ja, goedenavond. Volgens mij wilde jij ook graag reageren op dit thema participatie. Ja, mijn naam is Huug, zo spreek je het Huug. Uit. Oké. Okay. Ik ben bewoner van Radio Kootwijk. Ja. En ik zit ook in de dorpsraad van Radio Kootwijk. Ik ja. hoor mij ook eens met 10 seconden herhaling doorheen. Oh. Oké. Okay. Wij wonen hier prachtig in een Natura 2000 gebied met heel weinig ruimte, veel bos om ons heen. Dus het rendement voor zonnepanelen, maar wellicht ook voor windturbines, is dus nagenoeg nul. Desondanks zou klimaatneutraal duurzaam erg passen bij ons dorp. Dus de vraag is eigenlijk die we hebben aan de gemeente Apeldoorn: welke kansen ziet u voor ons? Nou is Harold niet de gemeenteraad, dus hij kan de vraag wel doorsluizen natuurlijk. Ik kan me ook zo voorstellen dat een aantal raadsleden wel kijken op dit moment. Maar toch even, Harold, vanuit jou als beleidsadviseur van de gemeente Apeldoorn, een reactie. Ja, ja, ik snap dat goed dat je ook lokaal wilt kijken. Want wij kijken natuurlijk Apeldoorn als geheel. En kijken dan onder een streep als Apeldoorn als geheel. Is energie neutraal of hè, dat kan in. Maar nou, een goed voorbeeld is denk ik Loenen op dit moment. Loenen heeft echt met een aantal mensen, de dorpsraad, maar ook zelfs tot nu
energiecoöperatie de schouders ondergenomen, raadpleegt de eigen bevolking. En heeft al eigenlijk al heel veel zelf al weten te regelen. Maar ook gevraagd steeds aan de gemeente, wat kunnen jullie betekenen? Bijvoorbeeld een Europese subsidie binnenhalen. En dan gaat het eigenlijk niet meer alleen om de zonneveld creëren in de buurt. Of een eigen molen creëren. Maar dan gaan we het over de hele breedte hebben. Over warmte, zonnepanelen op dak. Een digitaal systeem om vraag en aanbod aan elkaar te koppelen. Dus dat heeft echt dat kan eigenlijk van een heleboel zijn. De mogelijkheden zijn legio, begrijp ik. Legio. En dan is wel de vraag van, ja, hey, als Radio Kootwijk ook zover is met een dorp, hoe komen we dan in gesprek? Wat kunnen we dan doen met elkaar? Ja. En in Loenen hebben we dat, nou, vanmorgen hadden we zo'n gesprek, of vanmiddag. Met Loenen, hey, welke stappen kunnen we nu verder zetten? Ja. Nou, ik zou bijna zeggen, mag ik jullie aan elkaar verbinden? Maar dat gaat misschien iets te snel, Huug. Maar wat dat betreft, Harold zegt van, laten we vooral in gesprek gaan. En het staat of valt niet met, kun je een heel zonnepark of een windpark aanleggen? Er zijn veel meer mogelijkheden en zo zeker ook in de combinatie van mogelijkheden. Jouw reactie graag daarop? Ik heb even wat problemen met mijn geluid, wat drie keer door elkaar loopt. Dus ik kon het even slecht volgen. Ja. Ik moet iets op mute zetten, maar wat ik probeer, dat lukt niet goed. Ja. Dus... Mag ik de vraag herhalen? De opmerking is eigenlijk van Harold van, er zijn heel veel mogelijkheden. Denk ook aan een combinatie van mogelijkheden. En je hoeft niet meteen een groot park, zonnepark of een windpark neer te leggen. Maar laten we vooral in gesprek gaan. Dus mijn voorstel zou bijna zijn, mag ik jullie in contact brengen met elkaar op deze manier? We zitten met vertraging op de lijn. Huug? Ja, ik geloof, er gaan nu de drie lijnen lopen weer uit elkaar. Of jullie mij met hen in contact mogen brengen. Dat lijkt me een heel goed idee. Dank jullie wel. Fantastisch, dan houden we het hierbij. Dank je wel, Huug, vanuit Radio Kootwijk. Dichtbij, maar ja, ook op een bepaalde manier weer heel ver af. Dank, Huug. Bertien. Ja, de heer Stuifmeel die vraagt, kan je als je particulier financieel deelneemt, hoe kan je dan rendement krijgen of hoe kan je dan je geld verliezen? Hoe werkt dat? Ja, dat heeft er dus erg mee te maken welke vorm je kiest. Bij obligaties is dat risico wat minder. Ga je zelf echt mee investeren met een bepaalde overeenkomst, dan zit je meer gebonden aan elkaar en dan heb je ook meer risico. En bij zo'n gebiedsfonds bijvoorbeeld is het veel veiliger. Hè? Dan ga je samen praten, maar is dat veiliggesteld? En gaat dat geld wel naar je gebied, maar niet naar je persoonlijk? Hè? Dus ook per vorm neemt zeg maar dat risico wat je zelf, maar ook misschien het wat je persoonlijk oplevert, dat wisselt daarvan. Maar per vorm is daar wel een verhaal bij te vertellen. En kun je het dan ook met elkaar over hebben. Mensen die daar verstand van hebben. Steeds meer adviseurs zijn er ook in die wereld. Maar initiatiefnemers hebben zelf ook. Energiecoöperaties weten steeds beter hoe dat werkt. En wat je dan tegenkomt met elkaar. Dus ja, het hangt er maar van af. Maar het kan op en aflopen welke naar gelang de vorm je kiest. Okay. Zou ik het tussendoor nog eens even, want we hebben natuurlijk ook vooraf nog een vraag ook hierover gesteld aan de deelnemers. Zou u een zonnepark in uw buurt willen als u daar mede-eigenaar van bent? Dus als u ook deelt in de opbrengsten. En dit zijn de resultaten die daaruit zijn gekomen. Dat ja, nee ontloopt elkaar wel iets, maar ook weer niet zo heel erg veel. Ja zit iets onder de 40, nee zit iets boven de 40. En een aantal mensen, iets minder dan 20, zegt ik weet het gewoon niet. Harold? Nou, ik relativeer het bij de volgende vraag. Ik vind dit toch wel eigenlijk een hoge ja, ook al zie je dat nee hoger is. Ja. Wat ik gewoon heel goed snap. Waarom zou je dat bij alle ontwikkelingen meteen die kant op willen schieten? Ja. Maar ik zie dat toch en dat veel mensen daar het gesprek wel over aan willen gaan. Of dat misschien nader informatie over willen krijgen als het zover is in hun buurt. Ja. Of misschien via de energiecoöperatie die lokaal is, daar werk van maakt. Ja. Een hele voorzichtige conclusie dus dat het participeren in zo'n project, dat aanspreekt. Ik kan me heel goed voorstellen dat je in het begin, bijvoorbeeld met een windmolen, dat niet de eerste gedachte is die je hebt. Want dat is gewoon impact en je wil het liever niet. Dus het is niet meteen het eerste gesprek, maar hoe kan ik dan maximaal mee profiteren? Nee.
Maar zit je in een gebiedsvisie of verder weg in het project, dan komt dat gesprek meestal ook wel los. Ja. Maar ja, daarom zeg ik van dat in dit stadium al dit wordt gezegd, vind ik dus wel relatief hoog. Ja, ja. Oké, dank. Bertien? Vragen, reacties nog? Ja, nog een reactie uit. Tot nu toe klinkt het allemaal heel positief. Maar er is ook wel veel kritiek op de plannen. Mm-hmm. En er is ook het draagvlak is er niet altijd. Hoe ga je daar als gemeente mee om? Met de kritiek en met het ontbreken van draagvlak? Ja. Nou, wat mijn stokpaardje is, ik zal het maar gewoon nog een keer zeggen. Is dat ik mijn taak is niet om windmolens te regelen, maar om te zorgen dat mijn bestuurders en met name de gemeenteraad een goede afweging kan maken. Dus het gaat erom dat ik zoveel mogelijk breed mogelijk informatie binnenkrijg en zelf dan natuurlijk een advies bij schrijf. Mm-hmm. Om voor de gemeenteraad om die afweging uiteindelijk te maken. Hè. Dus dat kan zijn dat ondanks dat er veel verzet is in het gebied en dat pijnlijke besluiten te nemen zijn, dat ze een bepaald besluit nemen om toch iets te doen. Maar dat met een verantwoording daarbij, waarom ze die keuze dan wel hebben gedaan. Hmm. En daar de minutie, of hoe je het ook wilt zeggen, de input voor krijgen, dat vind ik eigenlijk mijn belangrijkste taak. En dan is draagvlak een belangrijk onderdeel. Maar ook natuurlijk kosten, ook een ambitie en opgave die er is, of wat de provincie er al over heeft gezegd of niet heeft toegestaan. Hmm. Het is een belangrijk ingrediënt om dat op allerlei manieren boven tafel te krijgen. In alle stadia ook nu, waar we nog heel algemeen praten eigenlijk. Maar ook als straks een bestemmingsplan voor ligt of een vergunningaanvraag. In al die stadia speelt het diezelfde rol, heb ik diezelfde rol daarin. Omdat is kritiek dus ook gewoon goed om te. Ook in mijn werk goed om te weten welke kritiek dat is en welke onderbouwing redenatie daarachter zit. Dat vooral, hè? Want alleen maar het ja of nee, dat zegt natuurlijk niet zo heel erg veel. Kun je turven, maar de vraag is altijd, waar zit hem dat dan in? Waarin zou je tegemoet gekomen kunnen worden dan? Ja. Dat is toch iets wat een raad ook zou willen weten. Nou ja, ik vond wat dat betreft ook de opmerking of de toelichting net van Annemiek in de uitzending, hè, vond ik heel mooi voorbeeld daarin. Want als je nou op de man of vrouw afvraagt in dit geval, nou, wil je nou zo'n grootschalig park, wil je dat in je directe omgeving? Nee. Zal heel makkelijk en snel de reactie zijn. Maar toch, als je dan in gesprek gaat met elkaar, en je kijkt onder welke voorwaarden, waar hebben we het eigenlijk over, dan kunnen standpunten ook aangepast worden. Het kan echt helpen. Ik heb wel, ik moet ik wel bijgeven, want voor we het weten gaan we toch te rooskleurig zijn. Ook van mensen die ons voor zijn gegaan, ook energiecorporaties, elders in de regio, zegt ja, er is geen wondermiddel. Nee. Er is niet een deurtje wat je in één keer vindt en opent en iedereen is het met elkaar eens op dezelfde manier. Alles helpt, alle informatie en zoekenprocessen en voorbeelden van elders ook. Maar elke keer is weer opnieuw een zoekproces waar het midden ligt. Dat wil ik toch even bij je gezegd hebben. Nou, dat lijkt me ook heel mooi als afronding voor dit onderwerp, maar eigenlijk ook voor vanavond. Want het betekent in feite dat we u ook heel erg hard nodig hebben. De gemeente Apeldoorn wil dat ook graag, dat u uw reactie laat weten. En of dat gaat via het meedoen via de chat, zoals vanavond, of dat op een andere manier is, dat u een brief schrijft, een mail stuurt, belt, naar het informatiepunt aan de paslaan gaat. Het kan allemaal, maar alsjeblieft, doet u ook mee. Want dat is gewoon zo ongelooflijk belangrijk. We komen aan het eind van deze bijeenkomst. Ik zou je heel graag nog in willen vragen, Harold, om in een paar zinnen nog eens even te herhalen. Hoe nu verder na vanavond? Ja, ik heb er één slide over, daar kan ik kort over vertellen. Ja, daar is die. Want dat gaat heel snel. Donderdag al is er een politieke markt. Overmorgen? Ja. Oké. Okay. Waarin dat BMW-besluit over die zonneparken, hè, van bevriezen en VM en gebiedsvisies, dat wordt dan besproken in de politieke markt. Ja. Dat kan bekeken worden. En daar gaat de raad dus erover praten wat ze daarvan vinden. En in maart, april gaan we opnieuw naar de gemeenteraad. Want we zijn nu heel kort af geweest, ook in dit gesprek. Maar de verkenningen die lopen bij zon en wind, alles bij elkaar gaan we ook nog een keer presenteren aan de raad. Mm-hmm. Dat is de planning nu.
En dan is ook mondelinge inspraak mogelijk later in ook een aparte bijeenkomst in de politieke markt Apeldoorn. Dat is nu de planning. We weten niet hoe of wanneer we dat kunnen doen. Dus die momenten komen al vrij snel eraan. Dus dat zullen we ook wel weer kenbaar maken op onze site. Ja, en de rest zelf, we zijn nog volop in het kookproces. We hebben dus nu vanavond geen concrete plannen kunnen presenteren, want dat is allemaal nog gaande. Maar ook dat gaat eigenlijk vrij hard. In april is toch wel de nog steeds ambitie om een concept van die definitieve rest klaar te hebben. En dan via alle colleges van BMW en dan de gemeente naar de inspraak open te stellen voor inspraak. En die is rond de zomer, hè? Nou, dat ik? Voor de zomer, dus april, mei, juni. Okay. Tot voor juli willen we dat openstellen en alle reacties binnenhalen. En ook weer bespreken in Apeldoorn in een politieke markt. Mm-hmm. Waar ook weer mensen kunnen kijken en er kennis van kunnen nemen. En we moeten even kijken of daar plek is voor inspraak. Maar meestal is dat wel zo. Mm-hmm. En dan na de zomer, weet nu het allemaal loopt. Maar is dan de vaststelling, wordt het voorgelegd aan de raad om vast te stellen. Met, nou, al die reacties kunnen nog leiden tot aanpassingen. Mm-hmm. Dus het gaat niet alleen om dit gesprek. Het gaat ook om die inspraakmomenten, mondeling, maar ook schriften die er later nog in Apeldoorn komen. En we hebben natuurlijk regionaal nog die tafels en die gesprekken lopen. Ja, goed, dank. En informatie daarover is te vinden. En blijft u ook vinden op www.apeldoorn.nl/res. Paar praktische punten nog even in de herhaling. Er is een opname gemaakt van deze uitzending. En zo snel als mogelijk krijgt u een mail met daarin een link naar deze uitzending. Over ongeveer 3 weken dan krijgt u ook per mail de vragen en de antwoorden die gesteld zijn hier in de uitzending. Maar er zijn nog veel meer die buiten deze uitzending zijn gegeven of gesteld, de vragen. Geanonimiseerd, dus zonder naam en toenaam waarvan afkomstig, maar wel voorzien van de antwoorden. Rest mij om jullie, Harold en Bettien, heel hartelijk te bedanken. En u natuurlijk thuis. En tot de volgende bijeenkomst.